bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe try-on Goodiebox unboxing voor jullie. Voor de mensen die niet bekend zijn met Goodiebox. Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt ter waarde van €65 met minimaal 5 beauty producten voor slechts €20 in de maand. En dit is dan hoe zo'n box eruit ziet. Elke maand ontvang ik de box en unbox ik hem samen met jullie. Als je de box nog niet hebt, je kunt abonneren met een linkje die beneden staat in de beschrijving. En als je de box al hebt, dan kun je samen met mij vandaag unboxen en alle producten uitproberen. Alles wat ik gelijk kan gebruiken, ga ik ook gewoon gelijk gebruiken. Wat ik niet gelijk kan gebruiken, ga ik gewoon laten zien en het erover hebben. Ik doe dit echt elke maand, dus je kunt de andere video's ook bekijken als je benieuwd bent naar wat er in de andere boxen zat. Als je wilt abonneren, het is slechts €20 in de maand. Linkje staat beneden in de beschrijving. En het is maandelijks opzegbaar. Dus als je er toch niks meer vindt, je kunt gewoon gelijk opzeggen en dan ben je er gewoon gelijk van af. Ik vind dit soort boxen altijd super leuk, want het is gewoon elke maand een soort van verrassingje, cadeautje voor mezelf. Er zitten vaak ook wel producten bij die ik persoonlijk niet gebruik, maar die geef ik dan gewoon weg of aan jullie of aan mensen om me heen. Dus ja, dan maak ik alsnog iemand anders blij. Maar over het algemeen zijn deze boxen het naar mijn mening echt waard. Ik vind dit de leukste box die wij hebben in ons landje. Dus laten we niet te veel praten. Laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik begin met de video. Ik weet al dat ik vragen ga krijgen over deze make-up look. Deze make-up look komt nog online. Of hij is al online of hij komt nog online op mijn YouTube kanaal. Maar ik denk dat deze look pas online komt na deze video. Dus hou mijn kanaal in de gaten voor deze make-up look. Wat heb ik nou op mijn lippen? Ik heb 2 liquid lipsticks gemixt. Ik heb deze matte liquid lipstick van She Glam in de kleur Crimson. En deze rode liquid matte lipstick van Ofra in de kleur Atlantic City. Deze is iets donkerder dan deze. Dus deze heb ik zo in het midden aangebracht. En dan heb ik zo'n ombre effect. Oké, let's do this. Dit is dus de box van de maand januari. Hij is zo groen met allemaal, ik weet niet wat dit is, allemaal geklieden erop of whatever. Dus laten we de box openen. Nou, ik zie al gelijk iets wat ik gelijk wil gaan gebruiken. We hebben hier een masker voor je décolleté. Van Mikura hebben we de décolleté mask. Winkelwaarde is €8. Nou jongens, ik weet niet van jullie, maar ik heb nog nooit een décolleté masker gezien. Ik wist niet eens dat dat een ding is. Dus ik vind het wel leuk om dit te proberen. Ik ga even kijken wat erbij staat. Er staat dat dit masker vol zit met voedingsstoffen zoals camelia-olie, shea butter, hyaluronzuur en verschillende plantenextracten die diep in de huid doordringen. Oké, nou het moet dus echt heel goed zijn voor je décolleté, voor je borst hier. Je moet hem een kwartiertje ophouden en dan wordt je huidstructuur hier heel mooi glad en zo. En wordt het gehydrateerd en dat soort dingen. Nou, dat ga ik gewoon doen. Ik heb nou wel dit aan, maar ik ga het gewoon zo eronder aanbrengen, zeg maar. En dan gewoon een kwartiertje oplaten. Wat leuk dit. Er staat dat het je huid strakker maakt, hydrateert en een beetje smooth maakt voor alle skin types. Oké, dit is dan hoe hij eruit ziet. Dit is zo raar. Waarom lijkt dit op een pamper? Oké, ik haal zo dit eraf. Oké, hoe ga ik dit doen? Oh my god. Oh, dit is zo koud. Oké, jongens, ik denk dat hij gewoon zit. Oeh, hij plakt wel echt heel goed vast. Hij zit echt heel goed op mijn huid. Oké, kijk, dit is dan gewoon nou hoe die zit. Hij is niet heel erg groot. Ik had hem liever iets groter gewild. Nou pakt hij echt maar een heel klein oppervlakte, maar ja, whatever. Het is nou 2:55, dus ik ga hem even gewoon een kwartiertje oplaten. Dus terwijl ik hem hier heb zitten, gaan we gewoon verder met de volgende producten. Next up heb ik een haarolie. Van Beaver heb ik de Perfect Hair Oil. Winkelwaarde is €15 voor 30 milliliter. Ik vind het echt een super schattig en mooi flesje. De winkelwaarde is dus €15 voor 30 milliliter. Dus dat is de full size. En wij krijgen, oh, wij krijgen gewoon 30 milliliter. Dus dit is gewoon de full size volgens mij. Nou, dat is top. En het is dus gewoon een haarolie. Je kunt het gewoon op droog haar brengen. Zo bij de puntjes. Dat ga ik even doen. Ik heb echt droog haar. Dus wacht, ik ga hem eerst even schudden. Ik weet niet of dat moet. Maar dat heb ik gewoon nou besloten dat dit moet. En dan ga ik een beetje aanbrengen. Mijn punten zijn ook echt super dood. Ik heb mijn haar vandaag niet eens gedaan. Ik ben zo wakker geworden. Ik heb een staart ingedaan. And that's it. Oké, ik pak gewoon een klein beetje van het olie. En dat breng ik dan zo hier aan in mijn haren. Wat ik ook vaak doe met haarolies is dat ik ze gewoon echt helemaal in mijn haar doe. Echt gewoon heel mijn haar onderklieder met olie. En het gewoon de hele nacht laat intrekken en de next day eruit was. Dat vind ik altijd heel fijn, want mijn haar is droog. Dus dan is dat ook wel fijn. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Oh, wauw.
Het is echt een heerlijke geur. Hij heeft de punten ook echt iets minder droog gemaakt. Hij is ook niet heel vettig. Ik heb ook het gevoel dat het echt gewoon bijna niet eens meer op mijn handen zit. Mijn handen zijn helemaal niet zo viezig vettig geworden. Nou, dat vind ik echt top. Ik haat het altijd als olie helemaal zo overal zit en mijn handen helemaal zo viezig blijven. Ik hoef mijn handen niet eens te wassen per se. Oh, wauw. Dat is wel heel indrukwekkend. Dat het gewoon echt helemaal intrekt. I like it. I like it a lot. Er staat dat de olie je haarkleur beschermt en dat het voeding en glans geeft. Het is verrijkt met een unieke mix van olie waardoor je haar blijft glanzen en zacht aanvoelt. I love it. Deze vind ik echt heel fijn. Het voelt totaal niet als zo'n dikke gevieze olie. Dat vind ik echt heel erg fijn. Het volgende is ook voor de haren een shampoo. Van eCooking heb ik de Repair Shampoo. Winkelwaarde is €23. Mensen, ik hou van dit merk. eCooking is zo'n fijn merk. Is te koop bij Easy Paris. Ik heb al een heleboel skincare producten van hun gehad. Het is zo'n fijn merk. En nou hebben we dus een shampoo. Een full size shampoo. Repair Shampoo. Er staat dat deze shampoo droog en beschadigd haar hydrateert en herstelt. Dus dat is top. Ik heb droog en beschadigd haar. Hij is alleen niet echt geschikt voor krullen, want ik zie bij de ingrediënten dat er wat ingrediënten bij zitten waardoor mijn krullen gaan uitzakken. Nou heb ik mijn haar gewoon gesteld, dus want ik het stel kan ik hem wel gebruiken, maar ja, ik weet niet of ik hem ga gebruiken, want als het eenmaal in je haar zit en ik besluit weer om mijn krullen te laten, dan gaat dit wel een beetje mijn krullen verpesten. Dus dat vind ik wel jammer, dus ik denk dat ik deze in de winactie ga doen en dan kan straks een van jullie hem winnen, de persoon die de winactie wint. Maar dit merk echt jongens, amazing, super fijn merk. Niet echt het goedkoopste merk, maar wel echt je geld waard, vooral hun peeling mask. Hun peeling mask... Oh, echt amazing. Oké, we gaan verder met een kwast. Van Nire Beauty heb ik de Multitasker 113 Brush. Winkelwaarde is €20. Een make-up kwast krijgen vind ik altijd heel erg leuk. Want ik hou altijd van alles wat te maken heeft met make-up. Deze kwast zat in dit ding. Maar ik heb hem eruit gehaald en ik kreeg hem er niet meer in. Dus ja, maar zo is hij gearriveerd. En wat dus fijn is aan de kwast is dat je twee kwasten in één krijgt. Hier krijg je een beetje een grotere buffing brush. En hier heb je dan een platte kwast om kleurtjes aan te brengen zo op je ooglid. Er staat ook bij dat je hem kunt gebruiken als concealer kwast. Dan kun je zo je concealer uitblenden, zo hiermee aanbrengen. En dan zo hiermee uitblenden. Dat is ook top, maar ik gebruik dit gewoon voor oogschaduw. Ik heb zo'n kwast die hierop lijkt. Deze kwast hier, die lijkt heel erg hierop. En ik gebruik deze voor oogschaduw primer. Dus daar is hij ook heel erg fijn voor. Dus je kunt hem echt voor van alles gebruiken. Concealer, oogschaduw primer. Dus hier ben ik wel happy mee. Echter heb ik al genoeg kwasten. En ik heb echt precies deze twee kwasten ook al. Dus voor mij is het een beetje onnodig om hem te houden. Dus ik ga hem ook in de winactie doen. Maar als ik die kwasten niet had gehad, was ik hier echt heel blij mee geweest. Ik wil hem weer terugkrijgen in dit ding, maar het wil gewoon echt niet lukken. Wat een gezeik. Ik ben mijn drinken beneden vergeten en ik heb geen zin om weer de trap af te gaan. Oh, het is gelukt! Woehoe! Nou mensen, ik heb toch maar even mijn drinken gehaald, want ik heb hier echt een droge bek. Ondertussen zit dit masker hier gewoon nog steeds heel erg goed. We gaan verder met het laatste product. Dit is voor het gezicht. Van Respire heb ik de Solid Face Cleanser. Winkelwaarde is €8,90 voor 50 gram. Wij krijgen 16 gram. Dus dit is niet de full size. Dit is een kleinere versie. Het is gewoon letterlijk zeep, maar dan voor je gezicht. Kijk even hoe cute. Dit is echt de meest kleine, schattige zeep ever. Kijk even hoe klein die is vergeleken met mijn handpadden. Ik vind het wel jammer dat we hiervan niet de grote versie krijgen, maar oké. Hij ruikt ook weer heerlijk. Echt naar bloemen of zo. Laten we even kijken wat er wordt verteld over dit product. Dit is een biologische gezichtsreiniger met biologische lijnzaadolie en biologische zonnebloemolie voor een gezonde, kalme, gehydrateerde huid. Je kunt hem dus gewoon nat maken en dan gewoon aanbrengen over je gezicht om zo je gezicht te reinigen. Dat is wel fijn. 95% van de ingrediënten zijn natuurlijk vegan, gemaakt in Frankrijk en ecologisch verantwoord. En de verpakking is 100% recyclebaar. Winning! Ik vind het wel jammer dat het niet 100% biologisch is. Waarom dan maar 95%? Waar slaat het op? Wat is dan de overige 5%? Ik ga deze zeker uittesten. Dat ga ik niet nu doen, want ik wil deze make-up look nog ophouden vandaag. Maar straks ga ik deze zeker gebruiken om te helpen om mijn make-up eraf te halen. En dat zal ik jullie ook even laten zien. Hi guys, dit is Sarah in de toekomst. Het is nou avond en ik ga mijn make-up eraf halen. Dus ik wil deze zeepding gaan gebruiken. Let even niet op mijn lipstick, want ik heb net gegeten en it's a mess. Dus ik ga even deze proberen. Ik ga wel eerst even mijn oogmake-up eraf halen. Oogmake-up haal ik er gewoon eventjes af met oogmake-up remover.
Oké, ik zie er nou echt super raar uit. Maar oké, ik heb dus mijn oogmake-up eraf gehaald en mijn lipmake-up. Dus ik ga nou deze gebruiken. Er staat dat ik gewoon mijn handen nat moet maken. En dan gewoon de zeep een beetje zo moet wrijven. En dan kan ik gewoon zo mijn gezicht reinigen. Ik hoop echt dat je al deze make-up eraf gaat krijgen. Want ik heb nou echt veel make-up op. Ik heb mijn handen nat gemaakt. Oh, dit ruikt echt heerlijk. I love it. Ik ben echt zo benieuwd of dit goed gaat werken. Oké, ik heb nou echt mijn gezicht helemaal schoongemaakt als hoe ik het normaal zou doen. Omdat het gewoon een blokje zeep is, maakt het best wel een bende. Kijk, ik had niet echt een plek om het neer te leggen. Dus nou is het hier een beetje een bende geworden. Dat is wel jammer. Maar goed, mijn gezicht voelt een beetje droog aan. Maar dat is niet heel raar. Dat heb ik wel vaker nadat ik mijn huid heb gereinigd. Want ik heb sowieso een droge huid. Ik ga eventjes kijken of je alles er echt goed af heeft gehaald. Ik ga nou eventjes in met tonen. En als ik dan nog make-up zie op mijn wattenschijf, dan weet ik dat hij het er niet goed af heeft gehaald. Met mijn gewone gezichtscleanser gaat alles er gewoon af na één keer. Dus ik ben benieuwd. Oké, er zit helemaal niks op mijn wattenschijfje. Dat betekent dat hij mijn gezicht echt goed heeft gereinigd. Dat vind ik wel fijn. I love it. Het enige wat ik wel echt iets minder vond is dat ik best wel vaak terug in moest gaan in de zeep. Het is niet dat als je het gewoon één keer zo doet, je gelijk je hele gezicht schoonmaakt. Want het geeft niet echt heel veel product af, zeg maar. Dus dat wel. Maar ik moet zeggen, als het gaat om biologische producten, als je echt van dat soort producten houdt, in mijn ervaring, kosten die altijd net iets meer moeite, omdat ze al die chemische troep niet bevatten, waardoor altijd alles wat sneller gaat en zo. Dus alles wat bio is, weet ik eigenlijk bijna al van tevoren. Dat gaat mij gewoon iets meer effort kosten. Maar het is vaak wel gewoon beter voor je huid. Dus in principe, het doet gewoon wat het moet doen. Ik denk ook dat hij best wel lang meegaat. Ik heb hem nou dus echt één keer gebruikt. En hij lijkt niet eens kleiner te zijn of zo. Dus dat is wel top. I like it. Oké, mensen, dat waren dan alle producten. En dit zit er ook al een kwartiertje op. Dus deze kan eraf nou. Even kijken. En dan ga ik het gewoon voor de rest hier inmasseren. Het ruikt echt heerlijk, maar het is wel echt nog heel nattig of zo. Het is niet echt ingetrokken of zo. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar goed. Ik ga gewoon even mij helemaal insmeren hiermee. Ook gewoon even mijn arm of zo. Ik moet wel zeggen dat het echt hydrateert. I love it. Ik weet niet of één keer zo een masker gebruiken echt heel veel doet. Maar ik denk dat als je hem echt vaker zou gebruiken, het zeker wel je huid daar goed hydrateert. Alleen, ja, ik had liever gewild dat hij groter was. Dat hij echt mijn hele borst pakte. Maar goed, het is wel nou hier zo allemaal lekker gehydrateerd. Je kunt niet echt iets zien of zo. Maar ja, ik voel het wel echt. Oké, dan is het tijd voor het tweede gedeelte van de video. En dat is waarin ik ga berekenen hoeveel geld we hebben bespaard. Je hebt dus 20 euro betaald voor de box. En ik ga even alles bij elkaar optellen. En dan zien wat je zou hebben betaald als je alles individueel in de winkels voor de volle prijs zou kopen. Ik ga beginnen met de zeep. Van de zeep hebben we niet de full size. Dus dan haal ik ook wat af van het bedrag. Anders vind ik het niet eerlijk. En ik rond alle bedragen af. Want ik ben al geen wiskundewonder. Ik ben al geen rekenwonder. Dus ik doe al mijn best om dit gewoon goed te doen. Dus dan zou dit ongeveer 3 euro kosten. Dit masker is full size 8 euro. De shampoo ook full size 23 euro. De haarolie is 15 euro. En de kwast full size is 20 euro. Dan kom ik uit op een bedrag van maar liefst 69 euro. Dus als je alles individueel zou kopen in de winkels, zou je 69 euro hebben betaald. Ik haal de 20 euro die je hebt betaald eraf. Dus je hebt 49 euro bespaard. Dus dat is toppie. Nou mensen, dit was het dan weer voor vandaag. Dus wat vonden we ervan? Laat het me weten beneden in de reacties. Wat vind je van de box, van de producten en gewoon van heel deze video? Heb je je weer vermaakt? Dat hoop ik wel. Qua waarde is de box wel iets minder. De meeste boxen zijn iets hoger qua waarde. Maar goed, de producten zijn alsnog wel leuk. Het zijn wel echt producten die ik zou gebruiken. En een aantal gaan dus gewoon in de winactie die ik niet ga gebruiken. Dus als er iets bij zit in een box dat jij niet gebruikt, maak gewoon iemand anders er blij mee. Ook heb je volgens mij op Facebook een groep waarin iedereen allemaal hun goodiebox producten ruilt en zo. Dus dat is ook top. Je kunt dan gewoon producten met elkaar ruilen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!